Vandaag zijn we bezig met het verhuizen van het ANWB-huisje. Heeft hier jaren gestaan op parkeerterrein P3. En het moet wijken voor een parkeergebouw wat we hier aan het ontwikkelen zijn. In mei gaat hier de eerste steen in, eerste paal in de grond. En nu komt er een uitbreiding van ongeveer 2600 plaatsen. Wat ongeveer, ongeveer een kwart van het terrein is wat er in één keer bij komt. Dit huisje is ons uitvalpunt voor mensen die hier met op Schiphol met pech staan op het parkeerterrein. En ja, daardoor zijn we vaak heel snel te plekken. Het is de mooiste plek van Nederland om met pech te staan, omdat onze uitvalsbasis hier is met onze elektrische auto. Het heeft ook een beetje emotionele waarde voor de ANWB. Het is al een keer eerder verplaatst trouwens, want het heeft vroeger gestaan voor de terminal. Toen gingen we daar natuurlijk P1 bouwen en de verhoogde wegenstelsel. Toen heeft het huisje ook plaatsgemaakt, dat is volgens mij in 1989. En toen is hij hier terechtgekomen, dus nu is eigenlijk de tweede verplaatsing en dat maakt het nog specialer. Het gaat allemaal op de millimeter, wordt echt uitstekend gedaan door onder andere Heijmans. En het is ook goed voorbereid en goed uitgevoerd.